Hey, Dylan. Ja, Dylan. Ja. Ik moet jou even hebben. Ja, ik wou even zeggen dat ik het helemaal eens ben met... Ja, even een complimentje voor jou. Want ik heel veel kritiek gehad, maar... Ja, en nog steeds wel. Maar complimentje over hoe je dat hebt gedaan nu met die hoofddoekjes voor de boa's. Ja, dat heb je goed opgelost. Dat doe je goed. Ja, daar ben ik het mee eens. En ook heel veel van de volgers, dat denk ik ook, die zeggen allemaal... Goed zo, Dylan. Ga zo door. Nou je toch op de goede weg bent en je bent goed bezig, denk ik bij mezelf. Nou, dan zeg ik ook nog even gauw tegen jou, Dylan. Jij bent nu op het punt aangekomen dat jij zomaar in een rol van de grote redder van de natie kan stappen. Ja, als een soort supergirl, supervrouw, kan jij gewoon nu, hup, een rol gaan vervullen waarvan iedereen gaat zeggen... Ja, Dylan, geweldig! Ja, wat jij nou moet gaan doen. Hé, luister, stap gewoon naar binnen daar bij die Kim Putters. Hè. Dan ga je gewoon naar binnen, hup, deurtje, hup, boep. En dan zeg je, moet je even luisteren, Kim? En dan zegt hij waarschijnlijk, het blijft u en meneer Putters. Dan zeg je, nou, moet u goed luisteren, meneer Putters? Ik ga toch meedoen aan een minderheidskabinet. Ja, ja, gewoon stap overal overheen. Leg alles naast je neer, al je gedoe. Want luister, ik begrijp dat jij natuurlijk de pest in hebt. Hoe dat is gegaan met die Omtzigt. En dat die Omtzigt nu gaat lopen gedogen. En dat hij jou in de hoek heeft gedrukt daarmee. En dat jij, daar heb jij de pest over in. Ja, dat snap ik. Ja, de rol is erom gedraaid. Stap daar allemaal overheen en zeg tegen die Putters gewoon... Ik doe mee met een minderheidskabinet. Nou, dan zal je zien hoeveel mensen jij gelukkig maakt. En hoeveel mensen dan weer zullen zeggen... Oh, nou, die VVD zeg. Ja, kijk aan. Dus, en de Dylan. Ja, we vinden Dylan zo. En dan kunnen we ook verder met Nederland, Dylan. De hele boel zit nu op slot. Dan kunnen we door met de BV Nederland. En dan gaan we gewoon weer regeren en klaar. Nou, ga dat nou doen. Doe mij nou een lol. En hup, niet meer twijfelen. Pak die deur en zeg... Moet je eens even goed luisteren, Kim.